We mogen dit jaar maar liefst aan 16 mensen in naam van de koning een onderscheiding uitreiken. U bent een succesvol en maatschappelijk gedreven ondernemer. En naast het feit dat er inmiddels 9 filialen in de regio onder uw naam brilmode en andere optische hulpmiddelen verkopen en daarover adviseren, maakt u zich sterk om uw opgebouwde kennis en kunde ten goede te laten komen aan onze samenleving. Zowel nationaal als internationaal. Zo bent u sinds 1980 vrijwilliger, waarvan 20 jaar als lid van het regio en landelijk bestuur van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven. U zet zich met verve in voor goede en toegankelijke oogzorg binnen de 1400 aangesloten vestigingen. U bent echter niet iemand die graag op de voorgrond treedt, maar vandaag is dan hopelijk een feestelijke uitzondering. Want met bijzonder veel genoegen mag ik u meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot ridder in de Orde van de Oranje Nassau. Gefeliciteerd. U draagt het onderwijs een warm hart toe. En u bent daarbinnen een trouw en betrouwbaar vrijwilliger. En sinds 1989 bent u namelijk als klusjesman, heb ik begrepen, actief op de dominee Johannes Bogemanschool en dominee Johannes Polianderschool. Van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformateurse Grondslag hier in onze gemeente. En voorheen werd een telefoontje gepleegd als er iets gerepareerd moest worden. En tegenwoordig gaan die meldingen per e-mail. En één ding bleef in al die jaren hetzelfde. Zonder veel woorden werd en wordt de klus meestal binnen een dag uitgevoerd. Het aantal door u uitgevoerde reparaties is inmiddels niet meer te tellen. En u hebt al meerdere generaties kinderen de scholen zien doorlopen. Ik ben verheugd u te mogen meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Gefeliciteerd. Al 15 jaar bent u actief bij de protestantse werkgemeente van de Ontmoetingskerk in Sterrenburg. Begonnen als contactpersoon bent u inmiddels alweer 10 jaar werkzaam als ambtsdrager ouderling. U stond aan de wieg van veel initiatieven en bent nog steeds de aanjager van tal van activiteiten aldaar. Maar vooral gericht op jongeren. Een doelgroep waar ook uw hart naar uitgaat. En een van die activiteiten, heb ik me laten vertellen, is de jaarlijkse paaswaken. Waarbij tijdens de paasnacht enkele jongeren, overwegend jongere gemeenteleden, de nacht doorbrengen in de kerk met korte vieringen en afgesloten met een paasontbijt. En om dat kracht bij te zetten, heb ik het voorrecht u te mogen meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Gefeliciteerd. Van 86 tot 93 bent u vrijwilliger en bestuurslid geweest van de parochie Sint Antonius en Bonifatius. Als vrijwilliger bezorgde u onder andere het parochieblad, maar u was ook secretaresse. U heeft samen met uw man vanaf begin jaren 90 een belangrijke rol gehad in het organiseren van de rommelmarkt in de Antoniuskerk, waarvan de opbrengsten eerst ten goede kwamen aan het onderhoud van de kerk, maar later werd dat besteed aan goede doelen. En ik weet nog dat we min of meer, onderhandeling is een te groot woord, maar toch gesprekken hebben gevoerd voor projecten in Bamenda, in Cameroen, in onze zusterstad, maar ook in Dordrecht, Zuid-Afrika. En de duizenden euro's die mede dankzij uw inspanningen opgehaald werden, zijn daar besteed aan een waterpomp die nog steeds werkt, ook dankzij laatste technische ingrepen. We hebben dat een paar maanden geleden nog kunnen zien. U bent een vrijwilliger met de hart op de juiste plaats. En het doet me daarom deugd u te kunnen mededelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Gefeliciteerd. Al 43 jaar, heb ik me laten vertellen, ik hoop dat het allemaal klopt, bent u een onmisbare kracht voor korfbalvereniging Movado. Op uw 18e nam u zitting in de jeugdcommissie en niet veel later in het jeugdbestuur bij de toenmalige korfbalvereniging Odo, die later zou fuseren met verenigingen Blauw-Wit en De Zwervers.
En gedurende 21 jaar was u actief in de organisatiecommissie en 13 jaar de technische commissie. En sinds 1978 bent u lid van de kampcommissie en sinds 2010 van de onderhoudscommissie. U bent al erelid van uw vereniging, maar met bijzonder veel genoegen mag ik u meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Geluk gewenst. U bevindt zich op bekend terrein, want u bent 7 jaar vrijwillig geweest van deze schitterende kerk. En u was ook leider van de ontmoetingsgroep en opsteller van de roosters van vrijwilligers. Van 2008 tot 2013 was u ook nog lid van de werkgroep City Pastoraat en van de coördinatiecommissie en regelde u de zaken rondom het woensdagmiddaggebed. De lange geschiedenis als vrijwilliger binnen het kerkelijk leven. Sinds 1985 bent u namelijk actief binnen de hervormde gemeente Dordrecht in verschillende functies. De koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gefeliciteerd. In 2002 werd u vrijwilliger bij het Centraal Comité Oranjedag Dordrecht en meteen viel uw inzet op. Toen er na korte tijd een vacature in het dagelijks bestuur ontstond, werd meteen aan u gedacht. En u doet dat met verve. Bij de verdeling van het gemeentelijk subsidiebudget laat u uw betrokkenheid zien met de activiteiten in de verschillende wijken van onze gemeente. En naast dit penningmeesterschap begeleidt u binnen het comité diverse projecten. Zoals de opzet van de jaarlijkse Oranjemarkt. En 2 jaar geleden werd u ook verantwoordelijk voor de financiën van de Koninklijke Bond van Oranje Vereniging in Nederland en lid van de commissie die het jaarlijkse congres van de bond organiseert. En het doet mij deugd om ook mensen zoals u te mogen meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gefeliciteerd. U was 30 jaar lang, onder meer als diaken, actief bij de hervormde gemeente in Sliedrecht. En vanaf 1993 sloot u zich aan bij de hervormde gemeente van Zwijndrecht, waar u gestart bent als ouderling voogd. U beheerde 2 jaar lang het gebouw en verzorgde de financiële administratie. U werd vervolgens eind jaren 90 diakensecretaris en tevens penningmeester van de hervormde kerk aldaar. En daarnaast was u actief bij PR-aangelegenheden en de communicatie met de lokale overheid. En deze taken voerde u uit tot 2014. Van 1998 tot 2014 was u secretaris van de Algemene Kerkenraad van PKN Hervormd Zwijndrecht. En vooral de laatste 5 jaar hebt u tal van activiteiten ontplooit. Zo was u secretaris van het College van Diakenen en hoofdcollecte bij de Oude Kerk in Zwijndrecht. U bent ook actief geweest bij de zendingscommissie van de Oude Kerk en u bent aan het thuisfront als commissievoorzitter een grote steun voor zendingswerken geweest, zowel in daad als in gebed. Het doet me daarom deugd u te mogen meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 30 jaar actief als vrijwilliger. 8 jaar was u voorzitter en penningmeester van het christelijk tienerkoor Butterflies. Dat is al een tijdje geleden dat u dat was, maar toch later ook van kinderkoor Ruimtevogels en voorzitter en penningmeester van de Oude Raad en Medezeggenschapsraad van de Albert Schweitzer School hier in onze gemeente. En sinds 1996 zet u zich in voor de Wilhelminakerk en de Petruskapel. En nooit wordt een vergeefs beroep op uw inzet gedaan. En dat blijkt wel uit het feit dat u vrijwel dagelijks in één van de beide gebouwen te vinden bent om allerlei klussen uit te voeren. U bent sinds 2008 voor beide locaties de enige ouderling kerkrentmeester, terwijl het er voor een kerkelijke gemeente van deze omvang eigenlijk minimaal 3 zouden moeten zijn. U was 3 maal lid secretaris van de beroepingscommissie. U houdt de wijkkas bij voor de 2 locaties, zorgt voor de perfecte financiële overzichten als begroting en jaarrekening, valt in als hulpkoster, vervangt op het schribaat, onderhoudt contacten en regelt de logistiek van de inkopen. Dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Gefeliciteerd. Onvermoede artistieke talenten bij een planjurist van de gemeente Dordrecht. Want u maakt prachtige aquarellen van onder andere cavalerieuniformen. Dat wist ik niet. Zo zie je maar weer. Ik kreeg ook nog heel veel nieuwe dingen te horen. Vanaf 1982 tot 2010 hebt u voor diverse musea en defensieonderdelen belangeloos militair gerelateerde producten ontworpen en vervaardigd. Zoals een serie aquarellen voor het Marchaussee Museum, een Delfsblauw herdenkingsbord en een legpenning voor de Koninklijke Marchaussee, een cd-hoes voor een trompettenkorps de cavalerie en een muurschildering voor het museum 4045 hier in Dordrecht. En al 25 jaar bent u vrijwilliger medewerker aan het Cavaleriemuseum. Met uw gedegen kennis van uniformering, bewapening en uitrusting van de cavalerie door de jaren heen bent u een waardevol en zeer gewaardeerd vrijwilliger gebleken. Daaraan te mogen toevoegen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. U was in 1990 medeoprichter van de Landelijke Bond van Mannenverenigingen van de gereformeerde gemeenten, waarvan de eerste vergadering werd gehouden in het toenmalige Balthasar Lidius Mavo te Dordrecht. En u werd tijdens die vergadering verkozen tot bestuurslid en tweede voorzitter, maar in de praktijk verricht u al 26 jaar vrijwel alle voorzitterswerkzaamheden, aangezien statutair bepaald is dat de voorzitter een predikant is. U bent de drijvende kracht achter de vereniging en als ambassadeur reist u nog steeds onvermoeibaar door het land om plaatselijke mannenverenigingen met raad en daad bij te staan. En daarnaast organiseert u regionale vergaderingen en schrijft u regelmatig artikelen. Ik ben daarom verheugd u te mogen meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Geluk gewenst. Ja, u bent de jongste vandaag. En u was vanmorgen opvallend stil. Zo maak ik u niet altijd mee, maar vanmorgen was u echt beduust over datgene wat u te wachten stond. Als jonge jongen heeft u zich het reddend zwemmen eigen gemaakt en al snel werd duidelijk dat uw hart bij het varend redden lag. Vanaf 87 was u daarom vaak in het botenhuis van de Dordtse reddingsbrigade te vinden voor onderhoud aan het botenhuis en de renovatie van het materieel. En al in 1991 ontving u de KNRM aanmoedigingsprijs voor uw vele activiteiten op het water. U heeft zich als opstapper en later als schipper opgewerkt tot lid van de commissie Beveiligingen en Hulpverlening in 1993, waarvan u in de periode 2000 tot 2007 voorzitter werd. En onder uw leiding werd het botenhuis verbouwd om te voldoen aan de gewijzigde veiligheidseisen. U bent een redder puur sang en slaapt regelmatig met twee piepers naast uw bed. Uw vrouw en kinderen moeten u regelmatig missen, maar ik weet dat ze trots op u mogen zijn als ik u mag mededelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gefeliciteerd. 35 jaar een loyale vrijwilliger. Bij vier organisaties waar u ooit bent begonnen, bent u nog steeds in bepaalde vormen actief. Begin jaren 80 van de vorige eeuw start u als vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis. Uw liefde om mensen te verzorgen en daar uiteindelijk ook uw beroep van te maken is mede hier ontstaan. U zit zich in op het vakantieschip van Dunant en verzorgt vooraf de intakegesprekken. Ook bent u voor het Rode Kruis inzetbaar als hulpverlener tijdens andere evenementen. In 1997 werd u bestuurslid van de Dubbeldamse Oranje Vereniging, waarvan gedurende 10 jaar in de rol van secretaris in het verleden. U bent rijk aan ideeën over de invulling van de Oranje activiteiten rondom Koningsdag en hebt een groot organisatietalent en doet me daarom een groot genoegen u te mogen meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. U bent in de eerste plaats een succesvol ondernemer hier in deze stad, die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat. Een betrokken bestuurder die een voorbeeldfunctie vervult.
U bent een gewaardeerd algemeen bestuurslid van de Dordtse Ondernemersvereniging en binnen dit bestuur bent u portefeuillehouder horeca. Vanaf 2013 bent u ook voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Drechtstede, en heeft u voor de Koninklijke Horeca Nederland diverse functies bekleed. Zoals voorzitter van de sector Fast Service en gedurende 3 jaar als lid van de werkgroep CAO-onderhandelingen. U begeleidt binnen uw McDonald's-vestigingen medewerkers die onder de participatiewet vallen en u helpt jongeren die zijn uitgevallen in het reguliere onderwijs op weg naar een mbo-diploma en u geeft hen daarmee een betere kans op de baan. Ook bestuurlijk wordt uw inzet in ons college en daarbuiten vaak geroemd daarbij. Ik ben daarom verheugd u te mogen meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Sinds 1997 bent u actief voor de stichting Oud Dubbeldam. Een stichting die zich inzet om de herinneringen aan het voorheen zelfstandige dorp Dubbeldam levend te houden. Elk jaar wordt met uw tomeloze inzet een wijkboek en een kalender over Oud Dubbeldam uitgegeven. U zoekt hiervoor historisch materiaal als foto's en documenten en hebt zodoende al een aardig archief opgebouwd met materiaal over de geschiedenis. Voor beide uitgaven verzorgt u de teksten, de layout, de druk en ook de bezorging. En voor de stichting organiseert u ook de jaarlijkse fietsoptocht tijdens Koningsdag door Dubbeldam. Altijd weer een groot feest daar. En ik ben daarom ook verheugd u te mogen meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Gefeliciteerd. Al bijna een halve eeuw, begonnen in het jaar nadat ik geboren ben, bent u jaarlijks collectant van het Reumafonds in uw eigen wijkje in, ook Dubbeldam. Omdat de mensen u al zo lang kennen en omdat u een aanhouder bent, u noteert altijd de huisnummers van de mensen die niet thuis zijn om later terug te komen, genereert u altijd een schitterende opbrengst. In de jaren 80 breidde u uw activiteiten als vrijwilliger verder uit. Van 80 tot 2006 was u brancardier voor de interkerkelijke regeling Christelijke Eredienst van het Albert Schweitzer Ziekenhuis, kortweg IRCAS. U begeleidde patiënten naar en van de kerkdiensten in het ziekenhuis en u noemde dat met de knipoog de beddenrace. Van 82 tot 2000 was u vrijwilliger bij de organisatie Moeders voor Moeders, die een bijdrage levert aan de productie van geneesmiddelen die bij vruchtbaarheidsbehandelingen worden gebruikt. En sinds 88 bent u verbonden aan Rommeldam, de jaarlijkse succesvolle rommelmarkt in Dubbeldam, de grootste in de Drechtsteden. En vanaf 7 uur 's morgens bent u in de weer en verkoopt u tweedehands tassen en schoenen. Een lang gekoesterde wens ging daarmee voor u in vervulling, omdat u altijd al graag in een winkel had willen werken. Met u als voorbeeld van iemand die tot op hoge leeftijd actief kan zijn, ook als vrijwilliger, doet het me deugd u te mogen meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.